Yes, dames en heren. Welkom allemaal bij de nieuwe aflevering van de Bolle Podcast Show. Mijn naam is George en vandaag nemen we jullie mee in een van de belangrijkste processen voor een e-commerce ondernemer, namelijk het logistieke proces. Nou, laat dat net datgene zijn waar Bolle Voorwoording natuurlijk hier een meester in is. Hoe dat proces precies in elkaar steekt, wat ze precies doen, daar gaan we natuurlijk zo dadelijk even nader op inzoomen. Maar als eerst gaan we natuurlijk de gast verwelkomen: dat is Kenny van Bolle Voorwoording. Kenny, welkom man. Dank u wel. Wel grappig om, uh, ja, om een collega hier tegenover te hebben voor de verandering. Maar uh, ja. goed dat je er bent. Ik denk dat het wel belangrijk is om hier juist op in te zoomen. Want heel veel, ja, heel veel ondernemers lopen er ook tegenaan van ja, hoe zorg ik ervoor dat ik mijn producten naar Nederland kan halen? Want er komt zoveel bij kijken natuurlijk. Het klinkt makkelijk, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan uiteindelijk. Voordat we daar natuurlijk op, uh, op, op ingaan, kan je misschien even uitleggen van joh, wie is Kenny precies en wat doe je bij Yes, um, Allereerst uh, dank u wel voor, uh, voor de uitnodiging. Zeker. Is, uh, leuk om hier te zijn. Uh, mijn naam is Kenny en uh, ik ben uh, general manager van uh, Boulder Forwarding. Ja. En wij zijn nu met een team van vier. Mm -hmm. En ik leid eigenlijk de dagelijkse activiteiten. En daarnaast zorg ik ervoor dat onze service beter wordt. Um, en dat eigenlijk alles goed verloopt. Ja. Uh, dus ik ben ook echt bezig met de groei van het bedrijf. Um, en zoveel mogelijk waarde creëren voor Boulder Forwarding. Uh, naast Boulder Forwarding uh, ja, ben ik uh, ja, heel erg sportief. Ik dus ja. sport vaak, ga vaak naar de gym, af en toe voetbal. En ja, dat zit eigenlijk. Ik woon uh, ja. in Den Haag, ben uh, 24 jaar, doe het werk nu zo'n drie jaar. Ja, dus dat is wel, uh, wel een tijdje inmiddels. En uh, that's it. ja, precies. Nou, voordat je überhaupt met de Bollevoering begon, je hebt best wel een sportieve achtergrond natuurlijk. Kan je daar misschien ook wat meer over vertellen? Want het is echt van, van zero to 100 eigenlijk. Ja. Uh, van ja, professioneel uh, voetballen tot ja, manager bij vooring natuurlijk. Ja. Hoe is dat eigenlijk verlopen? Ja, ja het is niet dat ik uh, toen ik heel jong was, dat ik dacht van oh, ik ga de logistieke, ja, ik ga de douane in of zoiets. Ja, ja. Uh, het, is, ja, het, is, het is zo gegroeid. En uh, ik had vroeger echt de droom om profvoetballer te worden. Ja. Ik had daar uh, heel veel voor over. En uh, ja, de eerste 15, 16 jaar van mijn leven speelde ik bij de plaatselijke amateurclub. Uh -huh. Bij mij in de buurt. En uh, ja, op een gegeven moment viel ik op. En uh, mocht ik naar Sparta, Rotterdam. Ja. Dus uh, ja, daar heb ik een tijdje gespeeld. Uh, een jaar of vijf. En uh, dat ging eigenlijk heel goed. Vooral de eerste uh, drie, vier jaar. Uh, vooral in de jeugd. Dus ik uh, werd uiteindelijk ook uitgenodigd voor het Nederlands elftal voor mijn leeftijd. Dus dat was de onder 18. Ja, de uh, tijd. Ja, en uh, wat het mij eigenlijk vooral gebracht heeft. is heel veel discipline. Omdat je op een redelijk jonge leeftijd. moet je uh, zelf gaan regelen dat je ook je middelbare school haalt. Ja. Dat je. Uh, je huiswerk maakt, dat je je tentamens inhaalt, want je mist ook heel veel. En dat je um, eigenlijk ben je heel de dag bezig met schoolvoetbal, 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 ja. en af en toe met wat vrienden. Juist. En dat is eigenlijk ook een leeftijd waarin je jezelf gaat vormen. Dus ja, toen ik 16, 17, 18, 19 was, dan normaal gesproken ga je heel veel ook om met je vrienden mm -hmm. en echt je daar ook heel veel waarde aan. Dat, dat deed ik ook, maar voor mij was dat eigenlijk, ja, was dat iets meer naar de achtergrond, omdat ik ja, eigenlijk iedere dag bezig was met voetbal. Ja. Op een gegeven moment was het dus zo dat ik ja, niet, niet door kon komen. alsof ik kreeg nog geen profcontract. Ja. En um, ja, dat was voor mij uiteindelijk wel de, de, ja, de, de druppel, als ik het zo kan zeggen. Mm -hmm. Om een andere kant te kiezen. Ja, dat eigenlijk. En nu ben ik uh, inmiddels zo'n drie jaar werkzaam bij Bolde Voording. Dus ik ging, toen ik uh, net weg was bij Sparta Rotterdam, ging ik bij Bolle Voording werken op de klantenservice. Als bijbaan, echt ja. als bijbaan. Ja, eigenlijk vond ik dat gewoon zo leuk dat op een gegeven moment is dat gewoon verder gaan groeien, ben ik meer verantwoordelijkheden gaan pakken. Ja. Wat ik hou ervan om zelf te leren en te groeien. Ja. En dat is ook iets wat mij echt dagelijks motiveert. Ja, zo ben ik eigenlijk gekomen tot, uh, tot waar ik nu ben. Dat wij nu bent, ja. Ik denk dat het sowieso ook de discipline, wat je van jong aan al hebt meegenomen. Ik bedoel, dat, dat heb hij nu ook nodig. Al helemaal in je functie als general manager. Ja. Als je een beetje uh, even samengevat, hoe ziet voor jou dan een gemiddeld dag eruit als general manager? zijnde? Ja, meestal begin ik ergens tussen uh, 8 en 9 uur. Mm -hmm. En uh, dan beginnen we met het team, met z'n vieren. Zoals met z'n vijven, zoals met z'n drieën. Ja. Dan beginnen we met een, uh, met een dagelijkse stand-up. Dus dan bespreken we eigenlijk wat we de vorige dag hebben gedaan. Mm -hmm. Zodat iedereen op hetzelfde level is. En bespreken we ook wat we die dag gaan doen. Ja. Kunnen we ook eventueel andere dingen bespreken die dan spelen? Dus bijvoorbeeld bepaalde. Uh, dingen die niet helemaal lekker gaan, mm -hmm. of die weten moeten, of die we vanuit de klantenservice te horen krijgen. Ja. En dan kunnen we daarop gaan verbeteren. En daarnaast ben ik, uh, ja, ik probeer mijn dag eigenlijk zo min mogelijk meetings te hebben, omdat je, uh, ja, best wel veel dingen echt nog moet doen. Omdat je mm -hmm. in een team van vier zit. Dus ik ben ook bezig bijvoorbeeld met uh, financiën. Ik ben bezig met inklaringen doen. Ik ben bezig met het dashboard verbeteren, dus echt technische verbeteringen doen. Het is niet dat ik een vaste. Uh, een vast vaste ritme heb op een dag. Alleen ik probeer mijn dag wel in te delen in, uh, in blokken. Juist. Dus dan zet ik gewoon letterlijk een timer van één uur en dan, of drie kwartier of anderhalf uur, mm -hmm. net zolang als ik nodig heb. En dan ga ik echt gewoon alleen die tijd aan die taak werken. Ja. En ja, ik kies eigenlijk de in die ochtend wat voor mij dan, uh, wat voor het bedrijf het beste is om te doen op die dag. Uh, dus de meeste waarde heeft en ja, wat het eigenlijk het relatief gezien het makkelijkste te behalen is met de minste tijd. Ook vanwege, waarschijnlijk vanwege het feit dat je productiviteit dan ook het meest, ja, ja. beste is om het even zo te zeggen. Ja, ja. ja dus je probeert ja. eigenlijk met zo min mogelijk tijd echt de meest belangrijke dingen te pakken, waardoor je eigenlijk ja, 80% van de issues of van de uh, uh, dingen kan doen. Mm -hmm. En uh, ja, die laatste 20% die komt dan wel op na later. ja, exact. Check. Oké. Okay. Nice. Klinkt goed. Best wel dynamisch ook natuurlijk. Ik bedoel, elke dag ziet er anders uit voor je. En ik denk dat ook tegelijkertijd juist het werk ook zo leuk maakt. Het is ja. juist ook dynamisch. Ja. ja. En ja, bolle forwarding dat is natuurlijk uh, best wel een groot bedrijf geworden inmiddels in uh, de afgelopen, nou, uh, wat zal het zijn, drie, vier jaar inmiddels. Ja, zoiets zal het zijn. Als we als we even kijken naar bolle forwarding in general. En je zou dat in je pianica taal uit moeten leggen. Van joh, wat doet bollevoering precies? Hoe zou je dat omschrijven? Nou, als echt je pianica taal moet zijn, dan is het letterlijk dozen verschuiven van A ja. naar B. Ja. En wat, wat bollevoering wat specifieker gezien doet, mm -hmm. is uh, het regelen vanuit jouw. Uh, dus echt vanaf de leverancier in China. Ja. Uh, regelen wij je transport naar Nederland of België of Duitsland. Of ergens anders in de Europese Unie. Mm -hmm. En wij regelen eigenlijk dus dat jouw producten uiteindelijk bij een fulfillment center geleverd worden... of bij een andere locatie waarvan jij jouw producten kan gaan verkopen. Ja. Dus echt vanaf uh, de productieplek tot en met de plek waar jij je producten kan gaan verkopen. En dat bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Eén is logistiek, dus echt letterlijk gewoon het, het boeken van een container... of van een truck die jouw uh, producten van de leverancier naar de haven brengt in ja. China. Het tweede punt is dan dat jouw producten ook langs de douane moeten... En dat stukje regelen wij nu ook zo. Ja, precies. Oké. Okay. En is het dan. Op wat voor manier vervoeren jullie dan de producten naar, naar Nederland? Ja, we doen uh, luchtvracht en zeevracht. Okay. En we hebben met luchtvracht hebben we wekelijkse vluchten. Dus iedere week op donderdag vertrekken er twee vluchten: ja. eentje voor normale producten en eentje voor gevaarlijke goederen. En gevaarlijke goederen zijn dan producten met batterijen of met vloeistof. Ja, dingen. precies. Ja. Um, en zeevracht, ja, eigenlijk wat. Wat we met Seven gaan doen is dat we um, gedurende de week. vullen wij zoveel mogelijk containers. met alle producten die we binnenkrijgen. van alle leveranciers. Die vullen we. en die sturen we één keer in de week. Versturen we die uit naar. Uh, naar Nederland. Ja, precies. Ja. Ik hoor je al zeggen, hè, er komen eigenlijk. over de meerdere processen bij kijken. meerdere tussenstations. Maar dat is ook tegelijkertijd. best wel uitdagend. voor stel dat ik een gebruiker ben. Hoe zorgen jullie ervoor dat de communicatie dan. goed verloopt? Want hoe weet ik van. hé, hey, mijn. Ja, mijn uh, goederen die, zijn nu, uh, die liggen nu in, uh, op de boot, in het vliegtuig. Ze zijn nu aangekomen in Nederland, België, waar dan ook. Ja. Hoe verloopt die communicatie? Ja. Uh, kan je dat misschien uitleggen? Ja. Wij hebben een, uh, een, een vast proces. Als in hmm. het, het echte proces van leverancier tot bijvoorbeeld logistiek via bol of fulfillment center. Hmm. heeft gewoon vaste stations. Ja. Waardoor wij de communicatie uh, omtrent de status van de zendingen. Die, of de locatie van de zendingen. Die is ja... Eigenlijk geautomatiseerd. Ja. Dus wij sturen op uh, vaste momenten versturen wij e-mails naar de klant, mm. naar de eindgebruiker. En wij versturen ook um, sms'jes als iemand bijvoorbeeld, uh, als de zending container bijna is aangekomen in de haven. Als iemand bijvoorbeeld nog zijn adres wil wijzigen of uh, wil aangeven dat iemand opslag wil. Dus die communicatie is, is geautomatiseerd. Ja. Daar, ja, daar doen wij zelf niks handmatig in. En wat wij daarnaast nog extra doen, is dat wanneer een uh, container vertrekt uit China en jouw producten zitten daarin. Dan kan je in je dashboard, dus het, het platform van Boddofording waarin je inlogt, kan je zien uh, waar dat schip ook exact is. Oh ja, precies. Ja, kijk, dat is ook wel belangrijk. En dat juist heel veel mensen ook willen weten van, hé, hey, waar zijn mijn producten? Wanneer komt het daar? Wanneer kan ik het überhaupt gaan verkopen? Of het nou aanvullend voorraad is of een nieuw product. Daar ja, is je proactieve communicatie natuurlijk belangrijk in. Maar dat, ja. dat is wel goed ingeregeld als ik het zo hoor. Dat, uh, ja. Ja. ja, het is ook een heel belangrijk iets dat je dat je proactief communiceert. Ja. Dus ja, um, in logistiek heb je ook altijd <tus> <tus> heb je ook altijd um, te maken met vertragingen. Zeker. Ja. Um, en ja, je bent toch met een heel belangrijk iets bezig. Want ja, voor een e-commerce bedrijf zijn de producten, dat is alles. Van zeg maar. ja, de producten heb je niks. Ja. Dus ja, daarin automatiseren wij heel veel. Mm -hmm. En als er een vertraging is. Communiceren wij dat proactief en uh, je kan dus één via de e-mail-watch op, uh, op de hoogte houden, ja. en twee je kan in je dashboard ook altijd een verwachte leverdatum zien. Oh ja, en um, de locatie van het schip als je zee schuift. Oké, okay. interesting, nice. En stel um, laten we even doen alsof ik een, uh, een gebruiker van voording ben, of nou, ik wil gebruik maken van voording, laat ik het zo zeggen. Je hebt meerdere keuzes natuurlijk als, als ondernemer. Want je kan één, je kan natuurlijk vanaf je leverancier direct laten sturen. Je kan zeggen: van joh, ik ga wel met een, ja, een reguliere voorwoorden werken via Alibaba of waar dan ook. Of bijvoorbeeld een bolle voorwaarding. Wat zijn nou daar precies de verschillen in? Voor, uh, wat, wat is het beter? Dat is natuurlijk, daar gaan we ze daar ook nog even verder op in. Maar hoe maak je daar nou de beste keuze in? Ja, um, er zijn verschillende, um, ja, verschillende redenen waarom je die keuze kan baseren. Mm -hmm. Bollevoording is dan ook niet vanuit niks ontstaan, als in er was gewoon een probleem uh, een aantal jaar geleden met, met verzenden mm -hmm. in de community. En daar, daardoor is bollevoording eigenlijk in het, in het leven geroepen. Ja. Dus een aantal van die problemen waren dat je bijvoorbeeld als je via je leverancier verzendt, dat je in gebrekkig Engels moest communiceren. Ja. Uh, jouw leverancier is ook geen transportbedrijf, dus die heeft ook een ander bedrijf ingeschakeld om uh, de verzending te regelen. Mm -hmm. Uh, dus je hebt te maken met indirecte communicatie met iemand die eigenlijk geen goed Engels spreekt. Juist. Je hebt ook geen uh, platform waar, waarin je dan op de hoogte gehouden kan worden van zendingen. Uh, alles gaat via Alibaba chat. Dus ja, communicatie was wel één groot ding. Daarnaast zien we dat de leveranciers ook heel vaak een hoge prijs vroegen voor verzendingen. Ja. Of dat je voor zeevacht bijvoorbeeld per kilo betaalt. Terwijl je eigenlijk is het heel, ja, is het heel normaal dat je in de zeevachtwereld. Als jij een container boekt. Mm. dat je voor het volume van je zending betaalt. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld hele zware producten hebt. die relatief klein zijn. en als jij dan per kilo zou betalen. dan kom je eigenlijk veel hoger uit. dan wanneer je voor ja. het volumegewicht zou betalen. Dus eigenlijk de inhoud van je zending. Dus dat waren een aantal dingen die. Um, uh, waar Boddenvoording dan ja beter in is of een betere oplossing in biedt en daarnaast was het dus ook zo dat ja dat er vaak niet echt transparantie was over waar jouw zending nou echt daadwerkelijk was als je bijvoorbeeld een treinzending deed dat dan ja, uh, dat dan de trein vastliep ergens bij een grens tussen Europa en Azië kortom er, is, er was gewoon geen transparantie en dat is ook iets wat heel belangrijk is in de zekerheid ja absoluut en zijn er nog andere factoren die eventueel bollervordering beter maken dan uh, dan andere partijen um, nou, we bieden bijvoorbeeld ook extra services aan. Dus je kan ook je zending opslaan in een, mm -hmm. uh, in een waarhuis in Nederland. En uh, vanuit dat waarhuis geeft dan ook de verzending naar bijvoorbeeld een Amazon. of ja. naar een logistiek via Bol. Uh, omdat je daar ook te maken hebt met fora plafonds bijvoorbeeld. Dus dat is een service wat Bol de beter maakt. Ja. Uh, daarnaast beschikken we ook zelf over een aantal douanevergunningen. Dus wij zijn ook zelf de partij die alle inklaringen doen ieder product wat uit China naar Nederland komt, dat moet langs de douane. En wij regelen dat ook helemaal zelf. Dus ja. het is niet zo dat daar nog een externe partij bij komt kijken en wij staan zelf dan ook direct in contact met de douane. Mm -hmm. En ja, al geheel is het concept van Bold dat wij de, de krachten van alle e-commerce ondernemers dat wij die bundelen. Mm -hmm. En dat wij die, die bundel, die boeken we eigenlijk in één keer in. Waardoor we dus een betere prijs krijgen ja. dan wanneer jij in jouw eentje een zending zou regelen vanaf jouw leverancier. Dus wij maken eigenlijk bijvoorbeeld van 30 verschillende zendingen van 10 dozen, maken wij een grote zending van 300 ja. dozen, waardoor je uiteindelijk minder per kilo of per kubieke meter betaalt. En dat is hetgeen waarin wij heel goed zijn. Ja, precies. Nou, met andere woorden, wij van WC advieseren WC. <laughs> Hé, hey, maar uh, nee, je begon zelf eigenlijk over douanevergunningen. Dus ik ook best wel een bijzonder mijlpaal, wat Bollevoording heeft weten te behalen recentelijk. Ja. Wat zijn hier nou de voordelen van uh, voor, voor, ah, voor Bollevoording, natuurlijk, maar ook voor de gebruiker van Bollevoording? Ja, nou, ik had het net ook kort toegelicht. Um, het is dus zo dat wij nu zelf die douanevergunningen hebben. Ja. Dus het is letterlijk zo dat de douane ons toevertrouwt met een aantal handelingen. Uh, die te maken hebben met de douanewereld of met inklaren en import yeah. en export. Yeah. En het voordeel is dus zo dat wij nu direct zelf in contact met de douane staan. Dus bijvoorbeeld wanneer jouw producten uh, gecontroleerd moeten worden door de douane, hebben wij, staan wij in direct contact met de douane, waardoor vaak jouw producten nog dezelfde dag of die dag daarna weer worden vrijgegeven. Yeah. Dus je hebt minder vertragingen. En daarnaast heb je ook, hebben wij ook meer controle over onze eigen... Uh, supply chain, omdat wij niet meer afhankelijk zijn van een derde partij ja, die dat precies. doen. En wat wij dus in de toekomst ook willen gaan doen, of waar we nu ook al mee bezig zijn, is om ook meerdere douanevergunningen aan te gaan vragen. Mm -hmm. En dat is nu makkelijker omdat we al een aantal douanevergunningen hebben. Ja, precies. Ja. Dus je bent eenmaal eigenlijk binnen in die douanewereld en ze vertrouwen je. En daardoor kan jij nog meer vergunningen aanvragen die ook zullen leiden tot bijvoorbeeld een betere cashflow bij. Mm -hmm de eindgebruiker of de e-commerce onderdeel. Ja, precies. Uh, wat, wat voor wat vergunning moeten we dan precies aan denken? Waar we nu mee bezig zijn, de, de belangrijkste is douane Ja. Yeah. En eigenlijk in yippie taal is dat een vergunning uh, douane Dat vraag je aan op een warehuis. Yeah. Dus degene die we hebben in, in Nederland al. En wat voor je dan hebt, is dat wanneer er een container binnenkomt vanuit uh, China in Nederland... Dan hoeft die container niet direct ingeklaard te worden. Dus dan kan jij een uh, deel nog niet inklaren. of helemaal nog niet inklaren. Dus dat kan je uitstellen. Ja. En wat er na een inklaring gebeurt. is dat jij altijd BTW uh, en inverechten moet betalen. Juist. Dus je kan ook de betaling van die twee. kan je ook uitstellen. tot een moment waarop dat jou uitkomt. Mm. En wat dus het meest zal gebeuren, denk ik. is dat, dat eindgebruikers dus bijvoorbeeld de helft. nog niet in laten klaren en de andere helft al opsturen naar een fulfillment center, maar logistiek via bol en dan al producten gaan verkopen, dus al ook omzet draaien met die producten. Mm -hmm. En de andere helft laten ze staan in opslag en nog niet ingeklaard, waardoor ze pas later die btw en die invrechten hoeven te betalen Juist. over dat deel wat er nog staat. Ja, precies. Zo zijn uh, flink wat uh, flink wat aspecten die eigenlijk ervoor zorgen dat bollevoring heel snel is groeit. Ik bedoel, ja. Het zit ook echt in de stroom, stroomversnelling als je kijkt naar de groei van voording zelf. Ja. Kan je ook misschien, misschien wat meer over delen? Van joh, um, hoeveel zendingen heeft bolle gedaan? Wat is de omzet van bolle Kan je er misschien een kijkje in de keuken over uh, ja. geven? Ja. ja, de hoeveelheid zendingen uh, laat ik daarmee beginnen. Mm -hmm. de, als ik nu tot een jaar geleden kijk, dus echt gewoon uh, een periode van een jaar, mm -hmm. doen we ongeveer 10.000 zendingen. Sorry. Dus dat zijn... Uh, ja, gewoon letterlijk 10.000 keer dat, dat iemand wat inkoopt bij een leverancier. En dan mm -hmm. wij ervoor zorgen dat hij ergens in Nederland of België geleverd wordt. Ja. Qua omzet is het um, afgelopen jaar, dus 2022 dan, we spreken over. Mm -hmm. Was de omzet tussen de 5 en de 6 miljoen. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk de... Dat zijn echt de cijfers. En als we kijken naar jaar op jaar, want we zijn in uh, oktober 2019 volgens mij begonnen. Ja. Dan groeit Bollevoorde eigenlijk jaar op jaar 100%. Zo. En... Ja. Dat, ja, dat, dat is cool natuurlijk, alleen waarom dit eigenlijk nog beter maakt is dat ons concept is dat hoe meer mensen zich aansluiten, hoe meer bedrijven zich aansluiten, hoe meer kilo's wij kunnen verzenden en hoe beter de prijs wordt voor iedereen. Ja, exact. Dus ja, dat is ook iets wat, wat, wat het, concept, het concept versterkt zichzelf. Ja, dat is het vooral. Ja. Je komt soort van in een positieve loop terecht, omdat je, ja. je kan meer verzenden, je hebt betere prijzen, je kan meer verzenden, je hebt betere prijzen. Ja. Dan zit ik ook even te denken van als we kijken naar bepaalde bijzondere uitdagingen die jullie hebben gehad afgelopen tijd, nou zeker nog, laten we eens even kijken naar uh, een bijzondere uitdaging die jullie recentelijk hebben gehad met misschien een van jullie gebruikers. Durf je misschien iets zo op te noemen? Had iemand bijvoorbeeld een partij containers wat uh, geregeld moest worden? Of is er iets bijzonders wat je zou kunnen delen qua uitdaging vanuit, uh, vanuit de gebruikers? 95% tot 99%, dat, dat, dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Dat zijn gewoon IP-producten, e ja, precies. Uh, dus dat daarbij wij een, een, een ja, bepaalde proces voor gebouwd... wat gewoon altijd goed gaat, ja. laat ik het zo zeggen. We hadden iemand die wilde gedroogde bloemen gaan importeren. Ja. Dus die nam contact met ons op van... hé, hey, uh, ik wil dit product importeren. En, en ja, hij had daar wat vragen over, want diegene was, uh, was nieuw. Alleen uh, toen uh, gingen wij kijken naar de HS-code van dat product. En uh, een HS-code is eigenlijk een, een tiencijferige code... wat jouw product indeelt in een bepaalde categorie... Ja wat de douane weer gebruikt voor de berekening van BTW en invoerrechten. Dat hm. is eigenlijk vooral invoerrechten. Wij zagen dus bij het controleren van die HS-code... dat uh, die HS-code ook valt onder de opiumwet. En nu zou je denken van, oké, okay, uh, gedroogde bloemen... waarom valt dat onder de opiumwet? Nou ja. Dat dachten wij ook. Dus wij hebben contact opgenomen met de douane van... hé, hey, uh, we hebben iemand die wil dit importeren. Waar moet diegene aan wat doen? Qua documentatie, qua vergunningen misschien of iets. Nou ja, nu was het zo dat diegene waar wij mee contact contact... Opname dat hij het ook niet echt wist. Ja, ja de reden waarom dit een uitdaging is, uh, is dat je eigenlijk gaat de je denkt eerst van oké, okay, nou dat kunnen we wel voor je verzenden. Maar je zou gaat kijken, dan zie je ineens dat je met een opiumwetgeving te maken hebt. En ja, de reden waarom dat is, denk ik, is omdat uh, gedroogde bloemen, dat valt onder de categorie bloemen. Daar maken ze misschien weer bepaalde medicijnen van. Ja. Dus daarom is de dwan daar wat strenger op. Dus dan zie je wel dat je heel snel met een Relatief normaal product, waarvan je zou denken: oké, okay, dat kan toch geen kwaad. Ja. Dat dus je nou eigenlijk met bepaalde wet en regelgeving al te maken hebt. Juist. Maar goed, ja, we zijn nog mee bezig en um, ja, het gaat wel goed komen. Ja. Maar ja, we moeten nog uitzoeken hoe. Ja, exact. Dan zullen jullie nog eens wat. Ja, ja, je krijgt echt met, ja, met dingen te maken waarbij je van tevoren... Ja, dat leer je alleen door echt te doen. Door te doen, ja. Dus ja, ook die douanevergunningen aanvragen, dat is gewoon... Ja, dat kunnen we gewoon doen. Ja. Dan zie je wel waar je tegenaan loopt. Exact, ja. En waar je je hoofd tegenaan stoot. Misschien wel twee keer of drie keer. Maar uiteindelijk, ja, ja als je dan een keer gedaan hebt, dan wordt het veel makkelijker. Ja, precies. Als je ook kijkt naar, hè, want je, ik hoor je meerdere dingen opnoemen waarbij je ook heel duidelijk kan zien van je bolle voorwording. dat is echt belachelijk snel aan het groeien. Er komt heel veel bij kijken. Maar uiteindelijk doe je dat wel met vier man. Hoe zorg je ervoor dat je met zo weinig man, hè, met vier man feitelijk gezien. zoveel processen goed voor elkaar hebt. en ook zo goed kan inrichten op, uh, op de achtergrond, achter de schermen? Ja, ja. Dat, zijn, uh, ja dat zijn meerdere onderdelen. Eén is dat we um, zelf uh, efficiënte systemen gebruiken. Dus een heel groot uh, component daarvan is dat mensen al zelf online hun boekingen kunnen aanmaken. Mm -hmm. En in principe hebben ze ons niet nodig om een boeking aan te maken. Ja. Ze kunnen zelf hun prijzen berekenen, ze kunnen zelf zien uh, wanneer we vliegen en ze kunnen zelf de juiste HS-code opzoeken, bijvoorbeeld. Dus eigenlijk heb je, heb je ons niet nodig om... Uh, eigenlijk heb je niet ons contact nodig om producten te importeren. Ja. Dat is dus één groot component. Daarnaast automatiseren we veel communicatie... waardoor mensen van weten van... oké, okay, hier ben ik aan toe. Waardoor je dus ook minder vragen krijgt. We hadden is wel de meest voorkomende vraag van... hé, hey, waar zijn mijn producten? Ja, ja. Um, en Ja, dat... Om eigenlijk die vragen al op te lossen... of die problemen die, die onder die vragen liggen... als je die oplost, krijg je ook minder vragen... waardoor je ook minder contact nodig hebt. Juist. Dus dat is het systeem. Dat is, dat is efficiënt ingeregeld bij ons. En ten tweede maken we ook gebruik van goede partners... Mm. Dus het waarhuis in Nederland, daar uh, hebben wij een partner voor. En wij hebben een hele ja, goede communicatie met hun. Ja. We, uh, uh, zij weten precies hoe wij werken, uh, wat voor gebruikers wij hebben. En daardoor ja, wordt ook veel voor ons uit handen genomen daarin. Want wij, ja, ik sta niet zelf in het waarhuis, zeg maar. Ja. Wij hebben ook een hele goede partner in China, die ook heel goed is in het communiceren met leveranciers, mm -hmm. met het regelen van exportdocumenten. Dus daaraan hebben wij ook niet... Heel veel communicatie meer aan nodig. Hoe ja. we wel nog heel erg bezig kunnen zijn met het verbeteren van onze services. Ja. Kijk, helder. Dus eigenlijk, jullie denken vooral proactief na van: ja, welke problemen, uitdagingen, vragen kunnen er ontstaan vanuit gebruiker? Ja. En hoe kunnen die dus van tevoren al tackelen zonder dat de gebruiker al ja, eigenlijk die vraag kan stellen of überhaupt aan een probleem kan denken? Ja. 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 Wat ja, eigenlijk een. Um... Ja, een gebruiker die wil of een klant of iemand van, van het forwarding collectief die wil ook ja, het liefst geen contact opnemen, want dat, dat kost tijd. Uh -huh. En nu zit je wel in de service business. Dus goede communicatie is heel belangrijk. Absoluut. Oh. En dus in, we hebben zelf geen vliegtuigen, zelf geen containers. Dus een goede service is heel belangrijk. Ja. ja, in principe wil je ook zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan het beantwoorden van vragen. Uh -huh. Omdat ja, dat kost. Onze klant meer tijd, maar ons ook. En in principe ja, wil je daar niet per se mee bezig zijn. Ja, 100% eens. Ja. Misschien een uh, moeilijke vraag om een uh, antwoord op te geven. Maar waar zie je vordering over drie jaar staan? Boddervoorhouding in dit geval specifiek. Nou ja, we zijn de, ja, het komende jaar zijn we nog wel echt bezig met, met die vergunning douane-antropo. Ja. Uh, we zijn daarnaast ook nog bezig met een andere douanevergunning. Uh, dat heet een AEO-vergunning. Mm -hmm. Dus dat is de tweede vergunning waar we nog mee bezig zijn. En dat AIO staat voor geautoriseerde marktdeelnemer. Wat het eigenlijk inhoudt, is dat wij met die vergunning een bepaalde status van de douane krijgen. Waardoor wij minder controles krijgen van de douane, dus minder vertragingen. Mm -hmm. En waardoor je ook uiteindelijk weer andere vergunningen makkelijker aan kan vragen. Uh, omdat jouw bedrijfsprocessen al aan bepaalde voorwaarden van de douane voldoen. Dat is echt het komende jaar. En voor die twee jaren daarna. Uh, is er nog geen heel duidelijk plan. Er zijn wel ja, genoeg mogelijkheden. Iets waar we uh, over na kunnen denken... is dat we um, ook uh, nog een douaneverbinding aanvragen... die uh, heet uh, Gecentraliseerde Vrijmaking. Yeah. Wat dat inhoudt is dat je, dat je ook producten... die binnenkomen in andere landen dan Nederland... dat je daar ook ze, uh, producten mag gaan inklaren. Yeah. Dus stel, uh, wij hebben ook een flink aantal gebruikers in België dat we dan niet containers via Rotterdam dan naar België toe gaan verzenden... maar dat we dan een container vanuit China naar Antwerpen versturen... en dan daar die aan ah, ja, ja. Dus dan heb, je, dan, dan heb je wat een snellere levertijd. En ja, misschien als wij ook meer gebruikers krijgen die op Amazon veel verkopen... dat we dan ook datzelfde gaan doen in Spanje ja, of in Duitsland. Uh, dat soort dingen. En daarnaast is iets wat ik, ik zelf een goed idee vind... maar dat heeft nog niet heel veel draagvlak... Is uh, fulfillment. Ja. Uh, dat is heel lastig, denk ik, omdat je heel veel mensen nodig hebt. Ja. Alleen uh, als ik echt kijk naar hoe kan je de meeste waarde bieden aan een klant, is dat je een, een alles in één logistieke oplossing kan bieden. Mm -hmm. uh, waarin dus ook verzending naar de consument in zit, dus echt naar de, de eindgebruiker ja. product. Ja. Wat dus uiteindelijk ook zal resulteren in minder transportkosten voor onze gebruikers. Mm -hmm. Alles gaat veel sneller. Ja. Um, en ja, je, onze uh, prijzen zullen dan ook heel goed zijn. Ja. Dus dat, dat zijn eigenlijk de twee ja, hoofddingen waar we nu de komende drie jaar mee bezig zullen zijn. En ja, we, dat moet gewoon bijdragen aan meer volume. Waardoor je weer betere prijzen hebt en dus betere levertijden. Ja, precies. Um, en dat, dat is het belangrijkste: meer volume krijgen. Ja, inderdaad. En is het dan, want ik, ik hoorde het toevallig al net, dat was ook een van, een van de vervolgvragen. Nou, we hebben natuurlijk Duitsland, België en Nederland, waar we momenteel dan actief zijn. Welke landen zouden nog eventueel uh, praktisch gezien ook relevant kunnen zijn voor ons? Uh, in ieder geval, om uh, ons niet zo te kunnen verlenen. Spanje was er een van natuurlijk, misschien in Frankrijk. Ja. Uh, in Europa misschien zelfs. Ja, ja Nederland is natuurlijk... Echt een, echt een doorvoerland. Dus ja. als je gewoon echt kijkt naar, naar de kaart, dan is Nederland gewoon uh, of Rotterdam is een haven waar heel veel binnenkomt en waarvan heel veel gedistribueerd wordt. Ja. Dus jij ja, zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan partijen in in Polen of in uh, Tsjechië of ja. dat soort landen. Eigenlijk via Rotterdam komt bijna alles binnen. Ja. Het zou dus zonde zijn dat als wij niet dus ook zullen gaan uitbreiden naar die andere landen. Ja. Alleen ik vind dat we eerst nog in onze. Uh, Service nog, wat ja, er moeten gewoon nog wat dingen beter. Ja. Uh, het douane-antropo moet ook eigenlijk uh, klaar zijn. En de I.O. vergunning voordat we echt ook naar andere landen gaan. Want dan ga je ook gewoon zitten met communicatie in andere talen. Ja, uh, ja website in andere talen, marketing op andere gebieden. Zeker. Dus ja, dat is wel zeker iets op de langere termijn een, uh, een doel. Ja, zeker ja, dan, dan hebben we natuurlijk Amazon al, wij het zelf ook over had. Ik denk dat daar ook een heel groot, uh, een echt enorm kans natuurlijk ligt voor ons, om daar eigenlijk ook gebruik van te maken. Maar ja, dit zijn wel de processen die we eerst daarvoor in moeten richten, natuurlijk. En uh, ja, uh, kijk, het is wat wij doen met forwarding, is gewoon net in je piano kataal is gewoon verschijnen, ja, A naar B. Precies. Dus dat hoeft niet voor een bol.com-ondernemer of uh, een Amazon-ondernemer ja. specifiek te zijn. Het kan ook voor een fysieke winkel zijn. Ja. Het kan ook voor iemand zijn die alleen een webshop heeft. En wij hebben voorheen, omdat we natuurlijk vanuit Polo zijn ontstaan, Juist. is het heel erg gefocust geweest op bol.com. Ja. Alleen, ja, eigenlijk kan het veel breder zijn. En als wij ook uh, veel breder gaan kijken en onze markt ook zelf gaan verbreden, mm. ja, dan kunnen we veel makkelijker meer volume gaan binnenhalen. Dus dat is iets waarin we heel concreet wel echt stappen kunnen gaan maken, is om ook um, mm. mensen die, of bedrijven die niet per se alleen op bol.com verkopen, ook te gaan targeten. Ja, precies, ja. En is het dan, um, je ziet nu ook wel steeds meer een, een verschuiving plaatsvinden in de, het logistieke proces. En daarmee bedoel ik dan vooral: het draait niet meer alleen om China. Je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld Europe Europese leveranciers in ons geval. Ja. Is, is dat ook iets waar bolle op de deur iets mee kan doen, iets in kan betekenen überhaupt? Of is het echt expliciet vanuit China en that's it? Daar zouden we sowieso wat een oplossing voor kunnen verzinnen, omdat we al uh, ja, heel veel klanten hebben. Dus uh, ik weet zeker dat. Van uh, een heel groot deel van onze klanten, dat die niet alleen vanuit China importeren. Mm -hmm. Dus als wij de, de deuren openen, om het maar zo te laten zeggen. Uh, om ook binnen Europa te gaan verzenden. Uh, of vanuit Mexico, is volgens mij ook een productieland wat er ja. komt. Of Turkije. Ja. Uh, ja, dat soort landen. Ja. Uh, daar, daar zal al wat meer draagvlak voor zijn, mm -hmm. omdat we ook gewoon een hele grote. Uh, Groep hebben. Ja. Dus ja, nu hebben we 5000 accounts, mm -hmm. die uh, dus, dus 5000 bedrijven die een account hebben gemaakt bij Bollevoording. Ja. En er zullen ongetwijfeld heel veel mensen tussen zitten die ook vanuit andere landen verzenden. De uitdaging daarin is, is dat je ook een partij moet vinden in dat land. Als je bijvoorbeeld in Mexico of Turkije gaat zitten, die ook, ja, waarmee je goed contact kan hebben ja. en die daar ook het logistieke proces voor jou kan regelen. Ja, dat, dat werkt gewoon veel beter. Mm -hmm. Want als ik, als Nederlandse partij met de douane in Turkije gaat communiceren, dan, ja, dan zal dat veel lastiger zijn dan dat een Turkse partij dat zeker. zelf gaat doen. Ja, zeker. Dus dat, zijn, dat is een grotere uitdaging dan wanneer wij de levering zeg maar, gaan uitbreiden van Nederland, België, Duitsland naar nou ook in Frankrijk en naar Spanje. Ja. Uh, dus ja. Ja, check, helder. Alright, ik denk dat we er wel zijn. Ik denk dat we ook hiermee wel echt een duidelijk beeld hebben kunnen creëren. van joh, hoe werken de processen precies binnen bollevoording? Wat hebben we er als gebruiker natuurlijk ook precies aan? Want ja, wat ik al zei, er komen veel processen bij kijken. Maar uiteindelijk, zolang de communicatie gewoon strak is. zolang het productief is, hebben we er als gebruiker heel veel voordelen aan. Zowel financieel als natuurlijk operationeel. Ja. Dus ik, uh, ja, ik hoop dat we hiermee uh, een goed beeld hebben kunnen creëren. van joh, wat bollevoording precies doet. Um, mocht je nog geen gebruik maken van bollevoording. Klik even op de link hierboven en meld je natuurlijk aan bij Bollevoording. En uh, ja, hopelijk kunnen we ook uh, ja, jou voorzien van uh, het logistieke proces. Bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende aflevering. Ciao, ciao.